Goedenavond en welkom bij Hotel Marcel in Oostende. Oostende is niet alleen natuurlijk het strand en de restaurants, maar ook het filmfestival met zijn Walk of Fame hier op de dijk. Met allemaal sterren van sterren die hier echt waren. Pierce Brosnan, James Bond was hier, Jane Birkin, maar er is maar één ster die twee sterren heeft. En dat is onze eigenste Barbara Sarafian. Welkom in Hotel Marcel. Ja, goedenavond en welkom. Ben je daar fier op? Op die twee sterren? Ik zou er ontzettend fier op zijn. Zeg, maar ik dacht drie. Zijn er al drie? Ja, ik passeer die altijd. Want jij vindt dat niet leuk. En we hebben een quote van Barbara over die mooie sterren hier op de dijk. Want daar heb je ooit eens dit over gezegd. Op de dijk van Oostende liggen voor een groot stuk de sterren die vanuit het filmfestival komen. Ik vind dat mooi. Dat is de manier van het filmfestival om mensen te eren. Dat is een beetje de Walk of Fame hier in Oostende en ik vind dat wel plezant. Je ziet, ik trap er niet op. Dat is een code die ik voor mezelf geïnstalleerd heb uit respect voor al die mensen aan zich die geëerd zijn. Ik zie dat jij er wel allemaal op trapt. Dat is niet erg. Ik kan er even tegen. Ligt het echt zo gevoelig? Ja, ik doe het ook niet. Dus ja, je stapt daar niet op. Maar je stapt toch niet op de naam van iemand? Ja, het is natuurlijk geen kerkhof. Hè. Die mensen liggen daar niet echt. Hè. Hoop ik toch? Lig daar ook niet. Nee, je ligt er al twee keer dan. Dit is de derde reïncarnatie. Ja, nee, dat is respect. Bedoel je dus. Ja. Maar vind je het een leuk idee? Ik denk toch, dit is de enige stad in Vlaanderen waar men de film op die manier vereert door toch elk jaar daar een aantal mensen uit te nodigen en te zeggen van kijk, wij vereeuwigen u in de dijk. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Ik vind dat mooi. Dat is een ster, ja. Goed. Maar ze vond het niet leuk dat er overheen gelopen wordt. Dus we hebben een speciale reporter daar naartoe gestuurd om eens te checken of dat dan ook effectief gebeurt. Niet over de ster van Barbara Sarafian. Alsjeblieft, dank u vriendelijk. Dat is een moeilijk genoeg, hè. Jepla. Voilà, dus hier ligt... Dit is de ster van Barbara Sarafian. Hallo. Dit is Barbara Sarafian hier. Pop, pas voor Barbara Sarafian, alsjeblieft. Ze is wel een vraag van langs Barbara te gaan, niet over Barbara. Dankjewel. Jepla. Langs Barbara. Pas op. Allee, jong. Zap, zap, zap. Allee. Los erover. Los over Barbara. Ziet dat? Maar enfin. Allee. Los erover. Los over Barbara. Ja, sorry. Is dat bewust? Is dat persoonlijk? Nee. Je kent Barbara Kei, hè? Ja, ik ken Barbara. Nelly, dokter Nelly van Wittekerken. Barbara is die gruwelt van het feit dat mensen over haar ster lopen. Oh, hij is echt... Ja, dus ik sta hier al 4.5 uur eigenlijk een soort van bewaking eigenlijk te doen. Een permanentie bij de ster. En ik kan je zeggen, er wordt dus... Ik kan je zeggen, Barbara Sarafian, het respect is een beetje weg tussen het publiek en Barbara Sarafian. En heb je ze ooit gekend? Nee. Dat is een fantastische madame, hè. Het is confronterend, toch, hè? Dat je zo weet van, hier ligt Barbara. Maar ze ligt zo... Pas op, haar voeten liggen komt tot hier, denk ik. Dus let maar op. En hier ligt ze eigenlijk in Barbara. Pierce Brosnan ligt daar. Daar hebben we niet meer van doen, hè. Daar is al lang niet met James Bond. Gaat daar over, hè. Na James Bond heb je niks fatsoenlijk nog gedaan. Daar ligt Pierce. Pierdam, mag liggen. Ja, ja, stop. Ja, alsjeblieft. Hier, los erover. Wow. Sirene, dat is mijn ding, die heb ik nooit geleerd op Herman Teiling. Hele baan, wat de fuck opzij? Is dat Barbara hier zien? Doe dat ze excuseer met mij. Geen excuus, Barbara. Sorry, Barbara. Is niet erg. Barbara, mijn oprechte excuses in naam van mijn vriendin, Astrid. Sorry, Barbara. Sorry, Barbara. Sorry, Barbara. In naam van heel Vlaanderen. In naam van heel Vlaanderen. Alleen. Wij zullen nooit meer over uw ster lopen. Wij zullen nooit meer over uw ster lopen. Je waart fantastisch. Je waart fantastisch. Ja, maar ja, je waart vooral zeker als... Je waart vooral... Dokter Nelly. Als dokter Nelly. In Wittekerken. In Wittekerken. Ja.
Oké, geweldig filmpje. Bedankt Rick Verheij trouwens. Wat ik me afvraag is, heb je eigenlijk vaak gefilmd in Oostende? Heb je producties gedaan hier? De laatste was in Cargo van Gilles Coulier. Okay. En van 3 draaidagen zijn we naar 1 draaidag gegaan. En uiteindelijk zie je nog juist met een profiel in de film. Hè. Hij is hier herkenbaar, hè, aan mijn neus. Maar op het Staketsel. Op Staketsel. Ja, dat was een begrafenisscène. Want het personage van Roland van Campenhout. Ja. En die werd over het staketsel gegooid? Nee, de as in een... De as, ja. Sommige mensen dachten dus echt dat jij dus op de dijk ligt met je urnen en al. Ah, maar wacht, ik heb verbinding met Rick Verheijen. Die heeft een oplossing gevonden voor het lopen over jouw ster. Inderdaad, Marcel, ik sta hier nog steeds. En ik heb heel goed nieuws voor Barbara. Want kijk hier. Tada. Voor jou, Barbara. Dat is een hartje. Normaal zien we dat zonder zonder. Oh jongens, dat weer iets. Maar dat er dat overgereden was niet goed gekomen. Goed. Zeg, jij komt vaak naar Oostende. Ja. Ik ook. Wat doe jij hier? Wat lokt jou naar deze fantastische stad? Sowieso frisse lucht. En ja... Ah, ik ben een nostalgicus en Oostende geeft mij alles. Hè. Van Oostende zeggen ze dat alle kant. Nee, dat is een beetje oud en nieuw. Ja. Maar dat is ook zo. Er is veel vernieuwing gekomen in Oostende. Maar van mij moet dat allemaal zo geen vaart nemen. Hè. Ik hou van de winter ook hè, in Oostende. En die zijn ook altijd wel leuke expos te zien. Je hebt nu het nieuwe Ensor-huis komt eraan. Museum is altijd goed. Is dat iets wat jij doet? Ik veronderstel dat jij dan toch zo iemand bent die rustig op een zondag even naar een museum gaat. Ja, of is het alleen maar kijken naar de zee? Of naar de Visserskapel in Mariakerke ook, hè, waar Ensor ook begraven ligt. Ja. Okay. Daar kom ik tot rust. Dat is. Is dat ik ben een kerkganger, hè? Ja. Ben je echt een kerkganger om die rust te vinden? Ja. Zijn er veel mooie kerken? Ik ken de Sint-Pieters en Pauluskerk. Ja. Ja, dat is een kathedraal hè, in deze stad. Daar ben ik ooit getrouwd. Echt? Ja. In de kathedraal? Met de pastoor, ja. Geert, met de pastoor getrouwd? Geert, ja. Mag de pastoor toen trouwen dan? Nee. Met de pastoor erbij bedoel ik. Met de pastoor erbij? Ja. Ja, je bent niet met de pastoor getrouwd? Nee, helaas niet. Ah, ja. Nee. Ik was even mee. Oké, maar deze, ja, qua accoteetjes. Er zijn dus leuke expos deze zomer. Dat loopt tot in oktober. Het wonder is geschied in Fort Napoleon. Ja. Dat heeft te maken met film. Wat is het? Een expo waar Vlaamse films worden uitgebeeld of gewoon in een kunstwerk gegoten. Hè? Ja, het zijn 10 kunstenaars, ze hebben elk een film gekozen, waaronder ook een aanrijding in Moskou. Ja. En die kunstwerken zijn te zien in Fort Napoleon. Ja. Ja. Heb je het al gezien eigenlijk? Nee, ik ga naar de opening. Je gaat naar de opening? Ja, ik stond erop om daar bij te mogen zijn. Ja. En dat is dus die tentoonstelling loopt van 10 juli tot in oktober, dus er is kans genoeg. Een aanrijding in Moskou is natuurlijk een van jouw films waar iedereen je voor kent. We gaan nog even kijken naar een fragment uit de film. Mama, wat doe jij nu? Ja, sorry. Ik reed achteruit en ja, sorry hè. Sorry? Ja. Sorry, mijn klut, madame. Sorry. Dat wordt dokken, hè, madame. Dokken. Oeh. Nou, wat zo'n bluts in mijn kamion. Voor de geldkosten, ze. Je bent toch verzekerd met je kindervoiture? Hola, een beetje respect, hè. Wie zegt er hier dat dat mijn schuld is? Hola, madame. Maar ga ik uit de parking, hè. Ja, word dat manoeuvreren. Ga ik niet in een achteruit kijkspiegel. Ja, maar wat doe jij met zo'n beest op die parking? Nee, sorry. Maar die drukken die ken. Trukken? Ja, trukken, madame. Ja, ik loop niet meer mijn klut spelen. Kom, pak maar al Europees aanrijdingsformulier. Ja, waar zit die een blut hier juist? Kom. Mon madame, je stoort erop te kaken. Dat hier? Maar jongen, dat is mijn blut van 2 keer niet. Ben staan mijn koffer. Nee, beginnen. Ik ken u. Een soort van vrouw. Je bent allemaal hetzelfde. Excuseer, meneer, mevrouw.
En het beste is voor kalm te blijven. Kalm? Ik ben kalm. Het is meneer de Viking met zijn tientonner hier die niet kalm is. Ja, het zeker de regels. En jij woont nog bij je moeder zeker? Mevrouw, meneer. Nu weet ik het. Wow. En waar wat als ze zijn van vent met camions? Hoe groter de camion, hoe kleiner de boutique. Geweldige scène, maar ter promotie van die tentoonstelling, ja? Het wonder is geschied, zijn er een aantal promofilmpjes gemaakt. En dat zijn dus kinderen, het is echt fantastisch, die dus, die legendarische scènes naspelen. Oh. Heb je dat al even gezien? Ik heb dat al. Ik heb ook zitten kijken op de site van het filmfestival van Oostende. Het is geweldig. Dus we gaan deze scène opnieuw zien, beste kijkers daar. Maar gespeeld door twee kinderen hier uit Oostende in Tostens. Kijken. Godverdomme! Sorry, kreeg achteruit aan jou. Sorry. Sorry, wat ben ik daarmee? Sorry, mijn kloten, madame. Dat wordt dokken, hè. Dat wordt dokken. Ja, zo'n blut in mijn camion. Ik verzeker u, dat ga je geld kosten, hè? Dat verzeker ik met de kindervatuur. Hola, een beetje respect, hè? Zegt u hier dat dat mijn schuld is? Hé, waar dat manoeuvreren, hè? En hé, kijk nu in uw achteruitkijkspiegel. En wat doe je met zo'n beest op dit parking? Wow, die trucken ken ik, hè? Trucken? Ja, trucken. Ik laat niet met mijn kloten spelen. Kom. Waar zit hier de blutsteertjes? Maar madame, je staat erop te kijken. Wat dat u? Maar jongen, dat is een bluts van twee keer niets. Terwijl dat mij niet kon. Nee, we gaan er, jong. Ken een soort vrouw. Ze zijn allemaal de zes. Zie, meneer, mevrouw. Ik denk dat het best is om kalm te blijven. Kalm. Ik zing kalm, hè. Het is meneer de Viking met zijn tientonner hier die niet kalm is. Maar zeg zeker je regels. En hier, je bent nog bij je ma, zeker? Mevrouw, meneer. Nu weet ik het. Wat als ze zijn voor vent naar camion? Hoe roter de camion, hoe kleiner de bougie. Mama? Zwijgen, mama is de ruzie aan het maken. Ja. Schitterend. Het is echt ongelooflijk. Ik heb het al 3 of 4 keer gezien. Je moet nog eens opnieuw kijken op de website. Het is fantastisch. En de acteurs zijn hier Ine, Kledi, Maria en Mats. Goedemiddag. Zeg, jullie zijn van Oostende? Ja. Ja. Wat is in het plat Oostends? Ja. Ja. Staat erop te kijken. Ja. Zalig. Hoe lang hebben jullie daaraan gewerkt? Want het is echt fantastisch gedaan, hè? Een ochtendje. Op 3 uurtjes tijd? Ja, ik heb er wel langer moeten over doen. Ja, hoe lang hebben jullie gewerkt aan die scène? Dat was de eerste draaidag. En het was 30 graden met een gilet aan. Ja. Dat was. Want dat zijn eigenlijk, het is redelijk wat tekst en dat moet vooruit gaan. Dus dat moet je vaak moeten doen, natuurlijk. Ja. En jullie op 3 uur? Ja. Goed gedaan, want de intonaties, de pauzes, zit allemaal zo goed. Proficiat. Ja. En zo vloeken ook, en zo'n vuile woorden gebruiken. Wat vonden ze daar thuis van? We hebben geoefend thuis. Je hebt geoefend thuis? Ja. Maar ik heb het eerst in het Hens geoefend. Dus ik heb het dan allemaal overgeschreven in de stands. En dan is dat wel een beetje gelukt. Ja. Allee, jij. En kun je een beetje Gens? Ja. Nee, ik kan dat niet. En zeg het nog eens. Zo'n grote camion en zo'n kleine bougie. Nu weet ik het. En wat als ze zelf vindt met camions. Hoe roder de camion, hoe kleiner de bougie. Geweldig. Er zijn nog andere clips van andere films die er gemaakt zijn. Maar had je eigenlijk ervaring, Mats, als acteur? Of heb je dat ooit gedaan op toneel, in school? Ja, ik deed in de school eigenlijk heel graag zulke toneeltjes. En de derde ben ik dan in het toneelgroep geweest, Spiegel. En ik ben al een paar keer hoofdrol geweest in een toneel, altijd in de grote post. Oké. En dus ik heb al ervaring, ja. Wat heb je zoal gespeeld dan? Jan Breidel, hopla. Ja. Een prins. Een bodyguard. Wow. En dat is het. Voilà. En jij, Maria? Ik speel ook in Spiegel. Ik vond dat wel leuk, toneeltjes. En ik heb ook al shows gedaan.
Hebben jullie eigenlijk de hele film gezien met Barbara? Ja, ik heb het al 2 keer gezien. Is het goed, hè? Ja. En de tentoonstelling loopt vanaf volgende week. Wat is daar nog te zien? Wat kostuums en zo. Er zijn paspoppen met kostuums uit films. Ja. Er is ook een podcast. Jullie hebben, wat hebben jullie gedaan? Precies, een discussie over die films? Over de films, ja. Met een aantal regisseurs ook. Hè, waaronder Felix van Groeningen, Geoffrey Enthoven. Koen de Bouw was daar ook bij. En dan hebben wij de films besproken. Ja. Oké. Okay. Dus echt kritieken geven op mekaars films? Ja. En uitleggen waarom... Heb je kritieken gekregen op aanrijding in Moskou? Maar nut, gij. Nee. Felix die zei, want ik begreep niet waarom aanrijding naar Cannes kon. Terwijl dat hij ook dacht dat hij recht had gehad op zijn film. Daarna is hij dan wel natuurlijk mijn gans... Wat was dat? De tour dat iedereen op zijn bloot op de fiets voor de helaasheid der dingen. Of de croisette in Cannes gefietst hebben. Ja, soms moet ik wat meer lawaai maken om op te vallen. Maar wij hadden gewoon een zeer goede film. Die het zeer goed gedaan heeft in Frankrijk. Ja. Zouden jullie zoals Barbara Sarafian later professionele acteurs willen worden? Want het is een harde stijl, hoor. Ja. Heel hard, ja, hoor. Ja. Ja. Ja, zou je het willen doen? Ja. Zijn we dat zeker? Ja. Al die onzekerheid, slecht betaald en slecht ontvangen ook vaak, hè. Zo, hè. Ja, je moet tegen een stootje kunnen en je moet tegen onzekerheid kunnen. En je moet er tegen kunnen om helemaal afgekraakt te worden en zo, hè. Ja. Dus de grond inboren, dat soort dingen, hè. Maar je bent goed, want je hebt pit. Ik heb het gezien. Ja. Echt waar. Op 3 uur tijd is echt ongelooflijk. Wat zijn jullie plannen voor de zomer? Het is eindelijk vakantie. En we mogen terug een beetje buiten komen na de corona. Ik ga op kajakkamp, ik ga op kajakkamp en op kazookamp. Oké, om kazoo te spelen? Kazookamp, ja, zo van de CM. Ah ja, van de mutualiteit. Ik dacht dan heel de dag... En wat ga jij doen? Ik ga op reis naar Italië. Oké, ik zou dat niet doen. Ja? Ik ga skiën. In het noorden? Ja. Nee, maar ik ga niet gaan skiën. Nee? In de zomer? Allee. Nee. En hoe ga je daar naartoe met de wagen, met de auto? Ja. Oké, goed. Een hele fijne vakantie. Nog een applausje voor Maria en Mats. Heel goed gedaan. Blijf rustig zitten. Heb jij plannen voor de zomer, Barbara? Kom je naar Oostende bijvoorbeeld? Ja, ik ga heel vaak naar Oostende komen. En ik heb een ethisch probleem. Ik heb iets, als onze voorstellingen gaan niet door. Hè, er zijn coronamaatregelen die ervoor zorgen dat de zalen maar voor 1/4 of 1/3 kunnen bezet worden. Ik weiger het om in een vliegtuig te stappen. Alleen daarvoor al. Misschien volgend jaar een keer. Maar ik vind, als we mensen niet mogen samenbrengen in een theaterzaal, dan ga ik niet in een vliegtuig gaan zitten. Ja, mijn voorstelling gaat wel ook niet doorgaan. Ja, ja. Ik ga normaal gezien in première op 2 oktober. En we hebben beslist om dat nu niet te doen. Omdat het niet boeiend is. Het is geen spektakel. Ja. Het is geen, we kunnen niks delen met elkaar. Ja. En ook het filmfestival is uitgesteld van eind augustus, september naar januari. Ja. Verplaatst, ja. Maar dat is definitief, dat heeft niks te maken met de corona-toestanden. Nee. Oké, Barbara, bedankt voor het komen. Ja, heel erg. En een fijne zomer, ook in Oostende. Een applausje voor Barbara Sarafia. En wie is er ook? Isolde Lazoen is er weer. Dag Isolde. Elke keer speel jij een nummer dat te maken heeft met Oostende. Welk nummer speel je vandaag? Vandaag is het eentje van de Oostendse band The Van Jets. The Van Jets, goede band uit Oostende. Absoluut. En het nummer heet Two Tides of Ice. Ja, bekend maar nummer. Speciaal omdat het een teken van een film is. Voor Barbara hebben we er een zeer filmische versie van gemaakt. Oké. Okay. Een beetje in de stijl van de filmcomponist Giorgio Moroder. Oké, okay. Goed. We gaan proberen. Ja. Applausje voor Isolde. En lukt er mee. I go to sleep in dirty sheets. I drink and I lie and I cheat. Get your fuck me boots, your bad looks. Last call for things that you never should. Cause this junk's DNA was never here to stay. The descent of man was here. Press control, alt, delete. All the way from Babylon, all the way to Mars. Been away, just have a ball. Can we have it all? From the mighty Amazon to crazy Tokyo.
So let's get loud. One more dance to the tunes of Neverland. It's decadence par excellence. Banging and dancing like we're the only residents. But don't blame us, how could we know? We are monkeys, that's always been so. From the time we lit the spark, we've been playing in the dark. All the way from Babylon, all the way to Mars. Didn't we just have a ball? Can we have it all? From the mighty Amazon to crazy Tokyo. Bij deze aflevering van Hotel Marcel. Volgende week zijn we er terug. Maar u kunt nog een hotel winnen. Ja, ga gewoon naar visitostende.be en doe mee met de wedstrijd. U krijgt daar ook nog tips om die wedstrijd te winnen via Instagram. Volgende week ben ik er terug met Sandra Beccari. En dan hoop ik dat u ook kijkt naar Hotel Marcel. Groetjes uit Ostende. Dag.